Twee F-16 gevechtsvliegtuigen hebben maandag vanaf de vliegbasis Volkel een Amerikaans vrachtvliegtuig onderschept dat op weg was naar Schiphol. Volgens een woordvoerder van de coördinator terroristenbestrijding en veiligheid had het toestel vooraf geen toestemming voor de vlucht gevraagd. Dit is vanwege de nucleaire top in Den Haag wel verplicht. De straaljagers hebben het vrachtvliegtuig begeleid tot het het Nederlandse luchtruim had verlaten. Het toestel ging verder zelfstandig. Naar het vliegveld in Frankfurt.